Ja, Bureau Flevoland nu, met aandacht voor politiezaken die hier in onze provincie spelen. Er komt zo ook informatie in beeld. Daarvoor kun je meekijken via onze app of het tv-kanaal van Omroep Flevoland. Goedemiddag, Maren Wonder van de politie Midden-Nederland. Goedemiddag. We zitten in de maand die in het teken staat van senioren en veiligheid. Daarom dit keer speciale aandacht voor babbeltrucs. Afgelopen week was een 76-jarige bewoonster van Kempenaar 25 in Lelystad het slachtoffer van een babbeltruc. Door een sluwe truc is die vrouw duizenden euro's kwijtgeraakt. Maar ook eind maart was het al raak in Almere. Allemaal heel triest. We kunnen er eigenlijk niet genoeg voor waarschuwen eigenlijk, Maren. Nee, dat klopt. Helaas komt het echt nog veel te vaak voor. En in het geval van de vrouw uit Lelystad werd ze gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Hij zei dat ze het slachtoffer was geworden van phishing en dat ze meteen haar geld moest veiligstellen. Ook werd gemeld dat er iemand van de bank langs zou komen om haar hierbij te helpen. Nou, kort na het telefoontje stond er ook daadwerkelijk iemand voor de deur. En die man die nam haar bankpas mee en wist haar code te ontfutselen. En alsof het niet genoeg was, wist hij ook nog contant geld te stelen. En de vrouw is echt voor duizenden euro's opgelicht. Ja, dat was dus in Lelystad en in Almere. Dat was een paar weken geleden. Wat was dat ongeveer dezelfde werkwijze? Ja, helaas nagenoeg wel. Alleen hier speelde die oplichter in op de actualiteit. Dat was dus bij een oude echtpaar in Almere. En die bewoner werd ook gebeld door iemand van de bank. En zij vroeg het echtpaar of zij geld had overgemaakt naar Giro 555 voor Oekraïne. Nou, dat was het geval. En de vrouw aan de andere kant van de lijn zei dat ze waren opgelicht. En er werd weer iemand gestuurd om de bankpas af te halen. En binnen korte tijd was er alweer meer dan 4000 euro gepind. Ja, dat is wel heel erg triest natuurlijk. Je hoort ook, hè, er zijn allerlei verschillende babbeltrucs. Welke soorten komen nou veel voor op dit moment? Nou, we hebben helaas nog steeds te maken met die oplichting via de telefoon en aan de deur. Zoals die twee voorbeelden die ik net heb genoemd. Maar wat ook wel vaak voorkomt is dus de thuiszorgmedewerker die voor de deur staat. Of iemand van de gemeente of een reparateur. Ze weten zich naar binnen te praten en vervolgens geld te stelen. Het kan ook bijvoorbeeld iemand zijn die vraagt om een glas water. En op dat moment glipt een handlanger net het huis in en die slaat zijn slag. Ja, dat is allemaal heel sluw natuurlijk van die daders. Wie zijn nou vaak het slachtoffer van babbeltrucs? Nou, in principe kan echt iedereen het slachtoffer worden. Het is niet zo dat alleen ouderen dat slachtoffer zijn. Die oplichters die zijn vaak zo slim, je hebt niet eens door dat je opgelicht wordt. En daarom is voorlichting zo belangrijk. En soms is het voor ouderen wat lastiger om in de huidige ingewikkelde digitale wereld, ja, om dat te begrijpen. En het is ook van belang dat bijvoorbeeld kinderen hun steunen en uitleg geven hoe je bijvoorbeeld veilig kan internetbankieren. Ja, hebben deze criminelen eigenlijk een soort vaste werkwijze die we zouden kunnen herkennen? Nou, het echt herkennen van een babbeltruc is moeilijk. Dat komt omdat ze zo geraffineerd te werk gaan en echt precies weten wat ze moeten zeggen om het vertrouwen te winnen. En in het geval van Lelystad en Almere was die zogenaamde bankmedewerker waarschijnlijk echt heel overtuigend. Het kan ook zijn dat hij bijvoorbeeld gebeld heeft en dat het nummer wat in het telefoon verschijnt van het slachtoffer daadwerkelijk het nummer is van de bank. Nou, dat noemen we spoofing. Probeer echt te vertrouwen op je onderbuikgevoel. Ja, dat is natuurlijk best wel lastig, hè? Want wanneer moet je nou wantrouwen krijgen? Kan je daar iets over zeggen? Ja, ook dat is lastig. Er zijn signalen waar je op kan letten. En we kunnen echt niet genoeg benadrukken dat de bank nooit, maar dan ook nooit vraagt naar je pincode. Geef deze niet. En ze komen ook niet aan de deur om je pas op te halen en ze bellen je zeker niet om geld over te maken naar een veiligere rekening. En ook willen mensen er graag op wijzen dat instanties of bedrijven vaak ook niet zomaar langskomen zonder afspraak. Dus mochten ze er dan toch staan, vraag altijd om een legitimatiebewijs. En bij twijfel laat gewoon iemand niet zomaar binnen. Nee, stel nou dat het toch is misgegaan, hè? Dat je toch het slachtoffer bent geworden van een babbeltruc. Wat moet je dan doen? Nou, maak gewoon altijd melding via 112 als die dader nog in de buurt is. Is het iets later, dan kan je 0900 8844 bellen. En heel belangrijk, is je pinpas of je creditcard gestolen, neem zo snel mogelijk contact op met je bank om de rekening te laten blokkeren. Hiermee voorkom je dat die dader geld kan opnemen van je rekening.
Goed, nou laten we afrondend toch nog even kijken. Of, even wat handige tips maren om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc. Nou ja, zoals ik al zei, laat onbekenden niet binnen. En als je het dan toch doet, laat ze niet alleen. En een andere tip is, zorg dat er gewoon een daglimiet staat voor het opnemen van geld. Op die manier kan er niet veel geld worden gepind als je bankpas wordt gestolen. En bewaar ook nooit je pincode bij je pinpas. En als je pint in de winkel of geld opneemt, scherm je pincode goed af. Nou, die tips zijn helder in ieder geval. Altijd alert zijn dus als iemand van de bank je belt om je pincode vraagt. En ook als er mensen onaangekondigd voor de deur staan. En wil je nou meer weten over babbeltrucs en hoe je die tegen kunt gaan, check dan zeker ook even de website van de politie. Daar staan ook handige voorlichtingsfilmpjes op. En deel dat ook zoveel mogelijk met zeker wat oudere mensen in je omgeving. En dank voor al deze adviezen aan Maren Wonder van de politie Midden-Nederland.